Het rommelt in Meijel. Enkele bewoners in Meijel maken zich ongerust over het aantal arbeidsmigranten in het dorp. Tijdens een bijeenkomst over 8 studio's voor woonurgenten in het Starterbos werd dit goed duidelijk. Ik ben op de informatieavond geweest. Ik heb het live meegemaakt, om zo maar te zeggen. En er heerst grote onrust. En ik kan die onrust proberen zo goed mogelijk weg te nemen. Maar onderbuikgevoelens kan ik niet wegnemen. Dat lukt mij niet. Belangrijkste punt was de vraag wie in de studio's komen wonen. De bewoners eisen een garantie van de gemeente en woningbouwvereniging dat er geen criminelen of verslaafden in de studio's komen. De zorg dat er geen arbeidsmigranten inkomen kan echter niet weggenomen worden. De gemeente hecht veel aan integratie van arbeidsmigranten. En middels het project Irenehof in Panningen hebben we daar een eerste aanzet voor gegeven. Nou, Starterbos, de 8 studio's, is een tweede aanzet. En is voornamelijk bedoeld voor woonurgente groepen, waarbij arbeidsmigranten die hier willen blijven ook een van is. En als zij in Pelemaas willen blijven wonen, zich willen vestigen, dan moet je ook de kans geven om een woning te vinden. En middels de midstay-principe, waar je dus 2 jaar maximaal mag wonen, heb je dus de kans om door te stromen naar een reguliere woning. Want dat is het ultieme doel, doorstromen naar een reguliere woning. Het gevoel in Meijel is dat er te veel arbeidsmigranten zijn. Terugsturen. Ja, en niet meer echt binnenhalen. Die mensen die hier geen werk hebben en werkloos zitten, die moeten ze maar aan dat werk zitten. Dat maakt niks uit. Maakt mij echt niks uit. Ik kom ze wel eens tegen, maar ik heb er eigenlijk geen last van. Okay. Nee, we hebben er geen last van hoor. Nee? Absoluut niet. Ze gedragen zich allemaal netjes. Dus. Zou die dat erg vinden als hij meer buiten is? Erg niet, maar liever niet. Liever niet? Waarom niet? Ja, weet ik niet. Het is zo goed hier. De vraag of er te veel buitenlandse werknemers zijn, wordt ook opgepakt door het dorpsoverleg. We willen heel graag Meijel uitbreiden. En willen we Meijel behouden, en zo is ook in het visiedocument van de gemeente Pelemaas overigens geschreven, als een peeldorp waar forensen welkom zijn. En Meijel heeft ook de middelen en de gronden, posities beschikbaar waar mensen kunnen en mogen gaan bouwen en wonen. En dat dat soms niet altijd gaat zoals men graag wil in een samenleving, dat kan. Maar ja, goed, dat is des samenlevens. Ik denk dat je dat overal wel hebt. Ik denk dat een mix van de bevolking, want wij zijn nou eenmaal een multiculturele bevolking, hier op het platteland iets minder dan in het stedelijk gebied. Maar het is wel belangrijk dat bevolkingsgroepen met elkaar integreren, met elkaar bezig zijn, weten van elkaars culturen, maar ook weten van elkaars omgangsvormen. En ook daar rekening mee houden, zowel van de ene kant, maar ook van de andere kant. Deze mening wordt ook gedeeld door het dorpsoverleg. Nou, ik denk voor een aantal bedrijven in mij heel belangrijk. Ik denk ook voor het wonen en leven ook belangrijk. Wat ik wel heel graag zou willen is, en dat is ook iets waar we mee bezig zijn, maar dat mensen ook meer integreren in de samenleving als Meijel. Ook migranten die hier nu wonen, meedoen bij een voetbalvereniging, of bij een schutterij of harmonie, of bij een volleybal, of bij een vereniging. We hebben zoveel verenigingen in Meijel, en dat zou ik ook wel leuk vinden als verenigingen daar wat meer mee zouden doen. Dus de mensen ook daadwerkelijk te benaderen en dan niet een aparte voetbalteam oprichten voor migranten, nee, samen een team zijn waarin dat migranten en Meijelnaren en noem ze dan ook maar forensen en urgenten en alles bij elkaar voetbalt, volleyt, wat dan ook doet.